mensen, ook een nieuwe video. Hiltke Floris, 1500 likes. Ben je geabonneerd, abonneer. Zit op mijn account. Ik heb nu 2 lichten. Het ziet er perfect uit, die webcams. Super, super mooi. Ik moet alleen heel veel video's van tevoren opnemen, want ik ga super veel op vakantie. Dus als jij volgende week nog wat video's van het oude seizoen, oftewel dit seizoen, ziet, dan weet je waarom. Wij gaan met het Riley deck gaan wij proberen de 6600 te halen. Ik heb Skellies erin gedaan in plaats van Mirror. Dat speelt eventjes wat lekkerder voor mij. We zitten wel 100 trofeeën van 6600 af. Dus ik weet niet of het gaat lukken. Maar ja, weet je, als het niet lukt, dan lukt het niet. Ik moet nu echt video's maken. Ik heb echt zoveel potjes van tevoren gespeeld. Ik wou iets meer in de buurt komen. Maar dat lukte niet helemaal. Dus van ja, ik dacht, ik ga gewoon opnemen. Ik zet gewoon die opnames aan. We zien wel wat er gebeurt. Ik ga mijn best natuurlijk doen. En we zien het vanzelf wel. Wat een heerlijk begin. Dan droppen we de Cannon. En dan verwacht ik hier iets voor. Ik drop er niks voor. Oké, ik verwacht er namelijk een Goblin Giant voor. Maar nadat ik Cannon deed, dacht ik van oké, Goblin Giant. Oeh, slechte Skellies. Goblin Giant en dan... Goblin Giant en dan ram ik de Rocket erop. Maar dat was niet helemaal volgens... Of nou, wel volgens plan. Maar hij kwam niet helemaal met de Goblin Giant. Het is een heerlijk beginnetje wel. We moeten even kijken wat voor een... troepen hij heeft voor de rest. We gaan even kijken of we de prinses kunnen beschermen. Dat is namelijk super handig als dat lukt. En dat lukt. Oké, top. Want dan moet hij nu iets nieuws weer droppen. En we hebben alweer een nieuwe prinses. Dus dat is sowieso super nice. Dan komt hij met zijn mini P.E.K.K.A. Droppen wij de Fire Spirit. Wat zou dan zijn win condition zijn? Sparky Goblin Giant? Ik weet het niet zeker. Ik moet echt wel eventjes gaan opletten. Mijn commentaar kan de komende video's wat minder goed zijn als ik online aan het pushen ben. Want ik wil echt even mijn best gaan doen voor die 7k. En ik weet niet helemaal of dat gaat lukken als ik te serieus op ook blijf letten met wat ik zeg. Bijvoorbeeld hier, als ik niet aan het opnemen was, had ik waarschijnlijk door dat hij waarschijnlijk Skarmie zou komen. Stond ik alvast ready met mijn log en was mijn prinses levend gebleven. En dat had heel veel geschild. Maar weet je, maakt niet uit. Rocketje op de Sparky. Is een makkelijke matchup, denk ik. Hij heeft arrows, maar die kunnen wij natuurlijk easy uitcyclen. Dan heeft hij ook nog Skarmie, maar we kunnen ook ze beide eruit cyclen. Skarmie of Skarmie en arrows, dat deden we namelijk net ook. Doen we de prinses in de back. Dan gaan we denk ik er nu achter komen wat zijn win condition is. En het is Giant. Is het dan Giant Graveyard? Dat weet ik niet helemaal. Ik doe even de Mega... De Mighty Miner hier. Dan moeten we eigenlijk gewoon ervoor zorgen... Dat we dit stoppen. Komen we hier met een mooie bom. Nou, dan is dit eigenlijk gewoon helemaal gespeeld. Wat een heerlijk makkelijk eerste potje dan. Dan natuurlijk wel even blijven opletten. Want ik wil niet opeens nu toch gaan verliezen. Want als we nu straks 1-1 staan tegen deze guy. Dan zijn we de lul. Dus we moeten er gewoon voor zorgen. Alhoewel we best wel wat damage al gedaan hebben op zijn rechter toren. We moeten er gewoon voor zorgen dat we dit wel gewoon winnen. Maar dan neem ik aan dat het niet heel moeilijk moet gaan worden. Dus ik ga hem hier zo. Wacht nog eventjes. Waar is zijn Giant? Die is er nu. Dan bij de Mighty Miner. Dan zouden we in principe zelfs, weet je wat? We doen het gewoon. We gooien van een rocketje hierop. Pakken we namelijk die mini P.E.K.K.A. En dan is dit GG. We hebben echt een heel makkelijk eerste potje. Daar ben ik best wel blij mee dat het zo makkelijk eerste potje is. Maar ja, we moeten er nog 3 winnen hierna. Dus ik weet niet of dat gaat lukken. Trouwens, als deze video online komt, is het waarschijnlijk vrijdag. En dan denk ik van Floris, hoe ga je ooit de 7k halen? Nou ja. Als ik dit aan het opnemen ben, is het maandag. Dus ik heb nog wel wat tijd. En daarom ga je ook volgende week dus wat video's zien. Waarin ik nog het oude seizoen speel. Maar anders ga ik het gewoon simpelweg niet redden. 6-5-3-6. Let's go, boys. Nog 1 puntje winnen en we zitten rond mijn season highest. En Alessandro komt me heel bekend voor, maar niet uit de clan Soldierda. Dus ik denk dat het een andere als Alessandro is. Droppen wij de Goblin Barrel op het hoekje, want we weten niet of hij Nedo heeft. En dit is een Rocket. Inferno Draak. Het is Inferno Draak en Arrows. Nou, dan is dit waarschijnlijk Elixir Golem. Of niet? Of een Lava Miner dekje. Inferno Draak ben ik al bang voor. Want als dat Lavond is, dan ben ik niet heel blij mee. En dan weet ik nooit wat ik moet doen. En dan ben ik aan het huilen. En dan weet ik gewoon... Ja, het is wel Elixir Golem. Oké, dat is denk ik iets chiller. Enige vervelende is de Electro Draak. Die mijn Mighty Miner retarget. Ik weet niet of hij er eentje heeft. En hier zo... Even een snelle cycle. Ja, dat is er wel eentje. Dan moeten we een rocket, hè. Dan geeft hij mij wel even een rocket, jongen, waar ik blij mee ben. Pam. Enig probleem is dat hij hier er niet neer is, maar mijn Mighty Miner draait om. Nou, dit hadden we niet beter kunnen doen. Hij gaf me... Hij heeft Zap ook. Nou, dan gaan we gelijk druk zetten. Hoppa, hoppa. Hij gaf mij ook wel een kleine opening door middel van zoveel draken op één te gooien. Ik had hier eigenlijk...
beetje mee moeten wachten. Misschien, nou trouwens, die Mighty Miner had sowieso niet getankt. En nu denk je, heerlijk begin. Is het ook. Alleen, we kunnen het alsnog gewoon verliezen. En ik merk nu al gelijk wat ons grootste gevaar is. En dat is de elektrodraak achter een elixir-golem. Dat is ons grootste gevaar. Want dan kunnen we onze Mighty Miner niet gebruiken. En dan zijn we een beetje de lul misschien. We gaan gewoon dit loggen. Blijven Mighty Miner iets meer levend. Ik denk niet eens dat hij Eros in cycle heeft. Dus wat we hier kunnen doen is... Oh, trouwens, ik wil eigenlijk dat mijn Goblin Barrel gaat tanken voor Mighty Miner. Dat ik nu net te laat ben. Nou, ik heb ons nog iets extra chappen. Hij heeft geen Eros in cycle. Dus het is natuurlijk een perfect begin. Alleen we kunnen dit heel makkelijk nog verliezen. Echt heel makkelijk. Dus daar ben ik een beetje bang voor. Slimmer. Infernal draak! Ga dood! Let's go! Infernal draak is neer. Zo, die Infernal draak. Hij had maar net eventjes op de toren moeten zitten en we waren de lul geweest. En nu kunnen we dit rocketen. Dat moeten we rocketen namelijk. En dan mis ik natuurlijk die Vurderdrak. Daarom doe ik dit. En dan gaat hopelijk die Vurderdrak eventjes naar achter. Ja, wegwezen jij een Vurderdrak. Hoppatee. Nou, we hebben hem hoor. Jeetje jongens, wat haat ik dit dekje. Wat haat ik dit dekje. 0.0 skill. Gelukkig hebben wij die wel, de skill. En hebben dit weten te winnen. Maar heel makkelijk was het niet. Waren er zomaar konden we de lul zijn. Met één pushers die... Infernal draak op mijn toren zat. En dit is ook precies de reden. Of dit is precies hoe ik normaal gesproken dit verlies. Want ik verlies dit best wel vaak. Dan zit die Infernal draak opeens op mijn toren. En dan ja, is het gewoon verschrikkelijk. Deze guy, PR'tje 7k. Nou, knap, denk ik. En deze guy had een PR'tje van 6744. Oké, nog twee. Ik ben heel blij als dit lukt. Want ik ben echt al de hele middag bezig. En ik heb helemaal geen tijd om de hele middag bezig te zijn om te pushen. Want ik moet heel veel video's van tevoren opnemen. Want anders ga ik gewoon simpelweg niet elke dag voor jullie een video kunnen maken. Oké, we wachten heel eventjes. En droppen we gewoon de barrel een beetje op het hoekje. Niet helemaal op het hoekje. En hij begint met een giant skeleton. Oké, ik ga nu echt even opletten. Want deze guy heeft net iets meer trofeeën dan ik. Dus misschien krijgen we een plus 33. Ik denk het niet, maar het zou zomaar kunnen. Dus ik ga nu echt extra even opletten. Heeft hij een... Nee, hij heeft geen hoekwijder. Boom. Wegwezen. Prinses voor de Mega Minion. Is dat genoeg? Dat is wel een late prinses. Ja, dat is genoeg. Oeh. Execution for a Giant Skeleton. Mega Minion. Ik kan het trouwens sowieso niet beschermen. Ik weet niet wat ik bedoel. Hij heeft het trouwens sowieso wel. Of ik weet niet wat ik daar probeerde. Ik moet heel goed timen. Het moesten we accepteren, want anders waren we de lul. Dank je. Dank je wel. De goden in de lucht hebben mij geholpen hier. Want als die Vries op tijd was, waren we de lul geweest. Dan had ik snel Firespurt, maar ik denk dat ik te laat met mijn Firespurt zou geweest zijn. Dus daar ben ik blij mee. Ik twijfel even. Prinses op de brug. Komt hij Giant Skeleton? Kom ik Mighty Miner? Was dat handig geweest? Weet ik niet. Misschien kunnen we beter het op deze manier doen. Dan hebben we nog tijd om te anticiperen. Oké, nou dan kunnen wij gelijk komen. Ah, hij heeft wel de Nado, maar de Nado helpt nu niet. Want de Giant Skeleton blokt dan de Goblins. Ja, dit is echt zomaar een dekje dat ik kan verliezen. Dit is echt een dekje dat ik heel makkelijk kan verliezen. Dus laten we maar wel opletten. Dit is in de back. Ik denk dat we gewoon heel veel druk moeten zetten. Laat hem gewoon geen Lumberjack ballon meer kunnen, kunnen droppen. En als hij dat doet, Lumberjack ballon, dan... Oeh, dankjewel Mega Min. En als hij dat dan doet, dan hebben wij genoeg voor de rocket. En dan niet Lumberjack balloon. En dan ook nog eens freeze. Dan wordt het helemaal gekke werk. Hoppatee. Princess hit eentje. Dit was wel een hit. Ik denk dat hij er doorheen komt. Ik heb mijn rocket op tijd. Let's go. Denk. Ik heb trouwens ook een papiertje naast me. Met hoeveel damage ik nodig heb voor rocket, rocket. Al die troep. 597 is niet genoeg voor een rocket.
Rocket Log wel. Dan zijn we nu gewoon binnen, denk ik. Toch? Kanon, gaan we naar de kanon toe. Of niet, of wel. Last minute is inderdaad de placement van de kanon. Ik was daar een beetje aan het stressen. Hier. Ik heb zelfs een papiertje met alle nummers. Zo serieus neem ik dit. Het is plus 30. Dan zitten we bijna op 6600. Dan ben ik echt... Jullie hebben geen idee hoe blij ik van binnen nu ben. Want ik ben de hele middag aan het spelen. En toen dacht ik van oké, scheid. Ik ga gewoon opnemen. 4 potjes van 6600. Ik zie wel wat er gebeurt. En we hebben gewoon 3 keer op rij gewonnen. Wat ben ik daar een partij blij mee. Hoppatee. Oké, check ik eerst even hoe hoog we staan op Nederland. Eventjes een beetje uitsmeren dat laatste potje. Hoe hoog staan we van Nederland? We staan van Nederland op nummer 246. Zie je hier, kijk, het seizoen duurt nog 6 dagen, 18 uur. We zijn op zich best prima op schema. Als we dit doortrekken, moeten we deze wel winnen. Oké. Kom. Geen enge badges heeft hij, dus dat is fijn. Kom op, Floris, kom. Easy. Firebird op de brug. Geen lavond. Splashyard of lavond waarschijnlijk. Arrows. Dan is het geen Splashyard. Waarschijnlijk lavond. Lavond de back. Let op. 3, 2, 1. Links achterin. Voor onze linkerkant. Ja. Ik wist het. Oké. Nou, dan moeten we de druk zetten. Misschien doet hij barbs of guards. Voor een lavendek is dat dan? Dat zijn hele lekkere skates. Kom, Rob. Kilt wat pups. Moeten we wel een kanonnetje hier, want anders gaan die keldraken iets te veel damage doen. Ik had er moeten loggen, die linker rechterkant, maar ik was eventjes iets te gefocust op de andere kant. Zoals een kleine misplay van mij, maar we beginnen best wel sterk. Wat zijn spel? Oh ja, Arrows had hij. Nou, nu moet hij toch iets gaan proberen, want de prins is ook op de toren. Megaminion doet hij misschien. Minipack of Megaminion, ja. Hop, doen wij de prinses in de back. Let's go boys, kom, we hebben deze. Geen fouten maken. Minipack had op die nu. Kunnen we die beschermen? Misschien is het wel handig om het te beschermen met... Het is nog veel beter. Dit is nog veel beter, dit. Timen. Ja. Let's go. Dan gaat hij nu met Skeld raken. Of dat. Inderdaad. Brom doen we nu. Barrel heeft hij geen arrows in cycle. Eén van verwijderd van arrows. Hij is wel... Slechte tijd voor mij. Dan moeten we gaan bouwen. Nu gaat hij via de andere kant. Het is echt matchup ziek. Al tijdverlies. Oké, hoppatee. Golden Barrel. Prins is de andere lane. Nee, we hebben verloren. Ja, slecht. Jongens, het spijt me. Het spijt me zeer. Ik speelde dit niet goed. Het spijt me zeer. Ik had eerder moeten rocketen. Skeld raken. Eerder moeten rocketen misschien. 31. Oké, we kunnen nog één potje doen. En dan hopen dat we tegen een hoge speler komen. Want we hebben niet zoveel meer ingepakt. Ja, oké. Deze win is binnen. We krijgen sowieso 91. Dit is een hele pittige guy. Volgens mij zag ik daar een enge emblem. Dus we hebben nog een kans. Oh, nee toch. Roll Giant. Electro Giant. Golden Knight in the back. 9 van de 10 keer. Speel je tegen Electro Giant. Maar nu weet ik het niet eens zeker. Ik had mijn prinses daar kunnen beschermen, dat weet ik ook. Maar dat heb ik niet gedaan. Oké. Okay. Kate staat daar te ver, denk ik, van Mike Miner. Nado. Wat is dit voor dekje dan? Roll Giant? Of het is wel Electro Giant, maar gewoon een rare variant. Nou, niet de variant met Mirror.
Oh, hij dacht skellies. Hij dacht dat ik skellies kwam. Nee, natuurlijk kon ik geen skellies. Nee, dat vriend. Ik ben helemaal niet meer vriend met Electro-Giant. Of Roar-Giant nog steeds, hè. Oké. Okay. Geactiveerd, de King Tool. Maar dat is dan wel jammer. Doen we even de prinses. Zoals we nu nog 6600 halen. Ondanks dit begin. Of nou, ondanks dit begin. Ondanks die los net. Is het wel heel lijp. Even, had hij daar log of zo? Volgens mij niet. Nou, dan wacht ik eventjes. Ik dacht, gaat hij pre-loggen? Gaat hij iets geks doen? Prins op de brug. Ah, het is toch wel. Oké. Okay. Hij heeft nu zijn Inferno-draak niet meer in cycle. Dus ik kan rocketen. Anders zou ik liever die Inferno-draak willen pakken. De kanon hier zo. Zal ik niet helemaal aankomen. Accepteren we wel damage. Ik zag dat even niet aankomen. Hoeveel damage moeten we accepteren? Zoveel damage accepteren. Mijn hele voorsprong is weer weg. Ja, ja, ja. Dat is de hek. Dit wel even gaan rammen. Fire Spirit doen. Het speelt niet eens goed, maar ja. Even die druk hoog zetten, want we gaven hem ook nu wel gewoon veel. We gaven hem nu ook gewoon wel. We gaven hem ook gewoon die lightning, hè. Mijn ongeveer hier. Nee, het is te ver om naar de koepel door te gaan. Ik had daar een prilog kunnen gooien, maar zo goed ben ik ook niet. Alsjeblieft dit. Ja. 942, dubbel. Ja, we kunnen op zich. We kunnen op zich gaan. Ja, gaat gewoon doen. Ja, dit is de enige manier om te winnen. De koopste kaarten in het spel gebruiken. Die ze, hè. Pingueno Games. Ik hoop dat jullie de video ook even kijken. Ik zie je allemaal in de volgende video. En tot dan, mensen.